Welkom bij SAP eSport. Ik sta hier naast Lens. Ja. En Lens, je hebt een filmpje ingestuurd. Ja. Daar gaan we nu even naar kijken. Ik wil Joran's hulp graag gebruiken bij Brawl Stars, omdat ik niet weet welke knokkers ik moet kiezen in welke game modus en welke sterrenkrachten ik moet gebruiken. En we hebben jou een beetje hierheen gelokt, Lens, met het idee dat jij graag hem gaat ontmoeten en les van hem krijgt, toch? Ja. Jij trapt ook overal in, want nee. Oh. Je krijgt mijn tour. Oh. Hij is namelijk hier geboren. En ik snap heel goed dat jij hem wil ontmoeten, maar Lens, dat gaan we niet doen. We gaan langs zijn basisschool, waar zijn huis is, zijn favoriete plek. Dus ik zou zeggen, stap in. Oké. En dan gaan we, gezellig, ja. Zo, kijk, vlaggetje, zodat je weet dat je bij de groep hoort. Zo. Oh, kijk om. Zo. Lens, bij deze tour hoort natuurlijk ook een heel bijzonder muziekje, dus die zet ik er even op. Zo, hartstikke idee. Dat herken je wel, hè? Ja. Ja, precies. Nou, de tour is begonnen. Bij dit voetbalveldje heeft hij als kind zijnde wel eens gevoetbald. Hier zo? Ja, en dan is het verhaal altijd dat hij werd gekozen als laatste. Want voetbal was hij echt heel slecht in. En dan deden ze dat hier. Bij dit veldje. Dan werd hij altijd niet gekozen, zou ik zeggen. Gaan we verder met de tour. Leuk, hè, tot nu toe. Dat is echt lekker interessant. Ook even te weten hoe het allemaal loopt, ja. Dit is een van de hoogtepunten van de tour. Dat is dit huis. Hier woont zijn ex-vriendinnetje. Hier at hij wel eens. En daarboven, dan moet je zeker even naar boven kijken, daar sliep je dan ook wel eens. Ja. Hier schijnt hij dus ook het eerste meisje te hebben gekust. Nou ja, dit is dus in zijn school. Misschien dat je heel eventjes erheen loopt en dan eventjes die deur aanraakt. Want ja, daar is hij dus heel vaak geweest. Doe maar even. Sint-Andreas school, daar heeft hij dus altijd op gezeten. Dat is het glas. Misschien, dat heeft hij niet helemaal begrepen. Het gaat om de deurknop. Hij heeft de deurknop vastgehouden. En hoe was het? Hoe voelt het? Goed. Prima, hè? Ja. Ken jij nog die van die speeltuin? Ja, van Brawl Stars, Brawl Stars. Precies, Brawl daar Stars gaan we nu ook in. Daar gaan we dus nu heen, om naar die speeltuin. Kijk eens even, hoe gezellig. Nou, jij herkent het, hè? Ja. Ja. Kun je vertellen waar die stond? Daar zo. Ja. Daarachter, bij die glijbaan. Ja. Nou, ga heel even desnoods heen. Ga maar even spelen, ga maar even glijden of zo. Leuk. Dus dit is een hele speciale plek in de videoclip. Ja. Want? Hier heeft Joran vanaf gegleden. Ah, oké. Okay. Goeiedag. Hey, Joran. Kijk eens even. Kan ik misschien wat Brawl Stars hulp van jou gebruiken? Dat kan zeker. Wat zijn de dingen waar je een beetje tegenaan loopt? Mortis en Nani, die kan ik niet goed spelen. Ja. En de sterrenkrachten en welke knokkers je in welke game modus moet gebruiken. Dus eigenlijk heel veel. Ja, heel veel. Okay. Zullen we bij mij thuis dan even gaan kijken hoe ik jou kan helpen in Brawl Stars? Is goed. Nou, ik woon vlakbij, dus dan pak ik de auto en dan zie ik jullie zo. Oké, doei doei. Misschien dat er nog meer mensen zo'n tour willen. Jij misschien? Niet? Nou Joran, dankjewel dat we hier mogen zijn. Wat is het eerste probleem wat je gaat doen? Ik denk dat we het beste even eerst over Mortis en Nani kunnen hebben. En dat we daarna even naar de sterrenkrachten gaan kijken. Gaan we dat als eerste doen? Ja, dan zullen we beginnen dat jij met Mortis speelt en ik met Nani en daarna andersom. En dan gaan we even kijken hoe dat gaat. Nani is hier met dat rode haar, neem ik aan? Of, Nani is dat dit poppetje. Die is die robot. Die dat robotje. En Mortis, ja. Oké. Nou, wat je met Nani moet doen is vooral heel rustig spelen en gewoon op afstand blijven. En het is vooral ook heel goed richten, want Nani, ja, dat heb je zelf waarschijnlijk ook ervaren. Je doet een paar shots, maar als je die mist, dan doe je helemaal niks damage. Ja. En als je ze alle drie raakt, dan doe je heel veel damage. Ja. En met Mortis in Showdown is het gewoon heel erg de zaak om op afstand te blijven. En op het moment dat je denkt, hey, ik kan nu naar iemand toe rennen, dan in één keer naar hem toe gaan. Hoppa, oké, ik ben wel bijna dood. Ik ben dood. Oké, dit is aan jou de taak. Nu is het gewoon met Mortis inderdaad gewoon afstand houden, wegrennen en in bordjes schuilen. En wat met Nani ook heel goed werkt, is in... dit ging goed. Is gewoon mensen opwachten in bordjes, omdat je zoveel damage doet van dichtbij. Kan dat wel eens werken, maar...
Oké, ik ben weg. Maar Mortis, welke game mode speel je het vaakst met Mortis? Solo, showdown of duo, want knokbal, dat lukt niet echt. Nee, dat vind je niet een fijne game mode? Ik vind het wel leuk, maar meestal mijn teammates zijn niet super goed. Nee, dat heb je, ja, dat is het nadeel. Die scoren eigenlijk dus. Ja, dat moet je al helemaal niet hebben. Ik denk dat we tweede gaan worden. Sterker nog, dat weet ik wel zeker, want dit gaat niet meer winnen. Maar dat is ook wel een tip. Knokbal blijft gewoon een erg goede game mode, ook voor Mortis. Dus als je iets meer gaat verdiepen in knokbal en veel knokbal gaat spelen, dan denk ik dat het vanzelf beter gaat. Oh, jammer. Oh, maar ik kan hem misschien nog killen. Hoppa! Lekker. Dit zou wel heel bizar zijn als we dit nog gaan winnen. Ik zou super bewaren. Ja, jammer. Wel goed gespeeld, wel goed gespeeld. Goed gespeeld. Met Mortis in Showdown is het eigenlijk heel vaak wegrennen en dan, als je denkt, iemand heeft weinig levens, dan snel toeslaan. Ja. En met Nani is het gewoon heel erg op afstand blijven. Ja. En proberen heel goed te richten. Dat is het belangrijkste. Maar heb je er wat aan? Ja, op zich wel. Ja? Ja. Want je hebt nu met deze speelt, wil je niet ook even met die spelen dan? Ja, wil ik nog even wisselen? Even wisselen. Gaan we kijken of we kunnen winnen op die manier. Ja. Had je trouwens ook een sterrenkracht van Mortis? Ja, de Coiled Snake, die slangenkel. Ik weet niet hoe het in Nederland heet. Coiled Snake. Ja? Dat is dat hij een extra range heeft of dat hij dat je AP erbij krijgt als je dat je extra range hebt. Oh ja. Jullie zijn onderweg, zie ik, hè? Ja. Ja, we beginnen lekker met veel krachtpunten, dus dat is fijn. Toch valt het me wel op dat jullie eigenlijk bijna als team spelen dan, hè? Ja, nou, maar je hebt ook al 19.000 trofee, dus het is al wel best wel een ervaren Brawl Stars speler zit naast me, hoor. Het is niet dat... Nee, dat is de hele... Ja, niet op dit moment, maar als record. Ja. Ik zal even die B killen. Kijk, oh, dat is jammer. Ja, top, heb ik hem alsnog. Oké, ik ben helaas dood. Kijk, daar ging ik net iets te aanvallen. Zeg maar. Je bent alweer terug in het spel, zie ik. Ik ben ondertussen weer terug, ja. Kunnen die Mortis nu kijken of die kunnen killen? Dan moet ik weg deze. Oké, kan je die hebben? Even kijken of je iets kan doen. Oh, die Mortis, die moet hebben. Oh, je zei tweede, ja, top. Dat was het hoogst haalbare. Hoger ging het niet worden in dit potje. Ja. Nou, goed gespeeld weer. Eigenlijk ging het best wel prima. Ja. Maar eigenlijk, ja, ik vond het best wel goed gaan. Dus ik denk dat het wel goed moet gaan komen in de toekomst. Gewoon veel blijven spelen en dan komt het vanzelf goed. Nou, eerste probleem is volgens mij opgelost. Absoluut. Dat is mooi. Het tweede probleem ga ik zo meteen voor je oplossen met de zerkrachten. Maar eerst ga ik even naar wc, want ik word heel nodig. Dus tot zo. Doen we dat zo? Ja, ben je toch even in het huis van Joran? Dat is toch wel even gezellig. Hij neemt die anders ook alles op, hè? Zullen we even kijken waar Joran zijn video's opneemt? Dat is... komt er gewoon naar hier achter mijn ding. Moet ik weten. Dat is volgens mij is dat. Ja, nou kijk eens, dat is hier. Dat wordt hier opgenomen. En oh, hij is erop. Wacht even. Nou, ik weet niet of je er zo even kan schieten gaan. Maar, yo gasten, Gamehouse hier. Welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Ja. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe knokker, Colette. Ah, ja, wacht even. Dit is toch niet goed. Dit is niet een heel goed achtergrondje, toch? Wat is dit? Wacht, misschien Noord even. Zo. Yo, gasten, welkom bij een nieuwe minigame in Bro. Deze wacht ook niet. Nee, dan gaat het even helemaal fout. Vandaag? Hij past hier op mijn hoofd. Nou, hier op druk? Nee, ook niet. Waar zijn jullie mee bezig? Nee. Zo hoort je niet. Nee, dat moet toch een ander. Moet gewoon zo, dit is de goede achtergrond. Oh, dat is de goede. Ja, zo moet je. Wat druk je nou? Ik ga even naar de wc en jullie zijn meteen allemaal rare dingen. Nee, maar toch, dit hadden we even. Dat geldt toch niet? Ja, dat klopt. Maar we moeten dit wel even bekeken hebben, natuurlijk, als je groot fan van jou bent. Ja, zullen we weer teruggaan? Dan gaan we deel 2 even uitleggen. Dat is goed. Ja. Dat is misschien beter om daar te doen. Ja, doe maar even terug dan. Kom. Ja, jammer. Oh, want je wou ook nog weten welke sterrenkrachten je het best kon gebruiken, ja, toch? Ja, voor welke ik er 2 heb. Want voor welke knoks heb je er 2? Voor Bibi, Penny, Daryl, Barley, El Primo, 8-Bit, Dynamite, Jessie. Oké, dat zijn er behoorlijk veel. Boel. Maar van welke zou je zeggen, daar heb ik moeite mee om te kiezen? Bijvoorbeeld 8-Bit, daar is een nieuwe van. Ja. Persoonlijk vind ik die snelheid boost wel veel chillen van 8-Bit. Ja. Ik gebruik zelf die andere wel soms. Oké. Want in Showdown dan is het best wel belangrijk dat je ook wel snel kan lopen als 8-Bit. Want af en toe word je gewoon ingehaald. Ja. En met je super kan je dan toch wel even... Dan heb je een heel groot gebied waar je heel snel op kan lopen. En bijvoorbeeld een knokbal, welke is dan het beste? Dan zou ik...
Ja, dan kan je misschien beter voor die andere gaan, want dan hebben de teammates daar ook meer belang bij. Want je teammates gaan niet sneller lopen in dat gebied. En welke had je nog meer? Penny. Ik zou eigenlijk standaard gaan voor die vuurschiet, want je vaak, ik persoonlijk vind het heel irritant als iemand die heeft, want dan blijft het echt langs liggen. Dus dan kan je daar niet langs lopen. Maar als jij overval doet, dan zou je, met die belegering, als je dat doet, kan je ook voor die andere gaan, want dan komen er allemaal kogels uit die dan op de kluis schieten, waardoor je in één keer heel veel damage kan doen. Dus in die game modus kan je het ook overwegen om die andere te kiezen. Ja. Kunnen we het ook toepassen dan, als je nu speelt? Ja, zullen we eens gaan kijken? Is goed. Ga jij met Penny en dan ga ik met 8-bit de sterkracht die ik chill vind spelen in Duo Showdown. Gaan we nu even weer een win halen. We winnen alleen maar, we hebben nog geen één verloren. Ja, tweede telt wel als een win. Ja, dat telt officieel als een win, ja. Maar het zou mooi zijn als we ook één keertje echt eerste kunnen worden. Ja, ik denk dat dat wel kan lukken. Ja, dat moet wel kunnen. Nu is alleen, die Spike is bijna dood die daar zit. Die rent weg naar boven. Ja. Die search kunnen we misschien ook hebben, want die is niet heel snel nog. Okay, nu ben ik wel snel. Jij al bijna je super trouwens? Ik ben ongeveer op een kwart. Oké. Die search. Ja, ik heb hem. Lekker. Jij ja, bijna je super? Bijna. Oké. Deze hier neerzet. Kunnen we hem nog hebben? Yes. Nou, we gaan weer lekker. We staan weer in de top. We zijn alweer tweede. Weer tweede. Maar we kunnen nog eerste worden, dus dan gaan we kijken of dat gaat lukken. Die zijn wel heel sterk trouwens. Oké, ik zal trouwens even pushen voor die Piper. Ik heb een super. Oké, ik ben het. Pushen voor die Piper. Pushen voor die Piper. Oké. Nou, helaas geen eerste. Toch weer tweede, maar ook dat is goed, toch? Ja, want elk potje hebben we rond de 650 trofeeën gespeeld. En we hebben elke keer zijn we tweede geworden. Dus eigenlijk is dat het prima. Prima. En dan moet ik nu met 8-bit spelen. Wil je nog één potje doen? Ja, okay. Nou, je speelt er natuurlijk ook al best wel een tijdje Brawl Stars. Ja. Hoorde ik. Maar ik speelde 2018 en half 2019 niet. Dus. Nee, je hebt even een break gehad, zeg maar, in de tussentijd. Kijk, het belangrijkste is eigenlijk nu dat we gewoon onze super snel halen. Oh, Daryl heeft super, pas op. Ah, ik zie het. Ik moet nog even één of twee hits doen voor mijn super. Die heb ik nu bijna. Ja, top. Lekker gespeeld. Je hebt hem hoor. Ik heb hem hoor. Ik heb hem. Nou, die heb je. Oeh, je moet uitkijken. Oh, lekker gespeeld. Hoor. Die zat er nog eentje, toch? Ja. Ja, Gil. Die kunnen we even gaan pushen. Dan zijn we weer twee. Ja, top. Kunnen we dit winnen? Ja, dat vind ik wel mooi. Dat we dan dit potje even afsluiten met een win. Hier ligt een energiedrankje. Ik ga ze via ik pak ze, ik pak ze. Even kijken, ik kan mijn bom laten ontploffen. Boom. Lekker. Lekker man. Toch nog even eerste. Heerlijk. Drie keer tweede, één keer eerste. Nou, dat vind ik heel knap. Een goede score. En je merkt dat als je een paar goede tips krijgt, dat je dat gewoon zomaar eerste wordt, toch? Ja. Natuurlijk is het ook handig als je met iemand speelt die wel een beetje goed is, maar het ging hartstikke goed eigenlijk. Nou mooi. Is hiermee jouw probleem een beetje opgelost? Ik dacht het wel, hè? Ja. Mooi. Goed, gaan we afsluiten. Allebei doen. Beginnen we bij jou. Ja, is goed. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Okay. En even in de comments achter te laten wat jullie nou van Colette vinden. Ik vind het dus niet een hele chille knokker, maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Abonneer ook zeker en vergeet niet het belletje aan te zetten. Tot de volgende keer. Doei.